Staatsoliemaatschappij Suriname NV heeft het boekjaar 2019 met een bruto omzet van $500 miljoen afgesloten. Dit meldt het bedrijf in een persbericht. De winst voor belastingen bedroeg $180 miljoen. Aan de staatskas is $172 miljoen bijgedragen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders, AVA, heeft vandaag de jaarrekening goedgekeurd. De financiële resultaten van 2019 zijn een weerspiegeling van Staatsolie's missie om maximaal waarde toe te voegen aan het olie- en gaspotentieel van Suriname. In januari dit jaar maakten Apache en Total SA hun fonds Maka 1 Central in blok 58 in het Surinaams zeegebied bekend. Deze boring heeft eind 2019 plaatsgevonden. Intussen is er een tweede fonds, namelijk Sapakara 1 West. Blok 58 heeft ruim 50 veelbelovende locaties en de verwachting is dat de komende jaren meerdere fondsen gedaan zullen worden. De obligaties zijn genoteerd aan de Dutch Caribbean Securities Exchange. Het succes van 2019 is tot stand gekomen dankzij de steun van de aandeelhouder, medewerkers en de samenleving. Zowel het bedrijf als land staat een spannend, maar bovenal mooie toekomst te wachten. Staatsolie is klaar voor die toekomst, zegt het bedrijf in het persbericht.